Hoe ver staat het onderzoek? We zijn ermee bezig. Zoals ik zo net heb aangegeven, hebben we gisteren zondag hebben we gezeten met de eerste teams die aanwezig waren ter plekke om eerst de uitwisseling van informatie te bewerkstelligen. Tijdens dat overleg hebben we een aantal strategieën en tactieken geformuleerd. Kijken op welke gebieden we meer informatie nodig hebben. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd vandaag in een overleg met het Openbaar Ministerie, waarbij we besloten hebben om een zogenaamd team grootschalig onderzoeken op te zetten. Met vertegenwoordigers van het OM, onder leiding van een officier van justitie, maar ook met mensen van recherche, mensen van onze info-organisatie, mensen van de criminele inlichtingendienst, mensen van technische opsporings... RST? Een RST niet. We zijn wel van plan om anderen die op dit eiland opereren als opsporingsdiensten te benaderen om te kijken hoe we deze problematiek structureel kunnen aanpakken. Welke andere bedoelt u dan? Bijvoorbeeld de KMAR, de Koninklijke Marechaussee bijvoorbeeld. Dat is ook een samenwerkingspartner van ons. Maar wellicht ook de kustwacht en de douane, wie weet. Heeft u al enig idee wie de dader of daders zijn? Daar kan ik niet heel veel over vertellen. Zoals ik heb aangegeven, we hebben het onderzoek in handen van de TGO gezet, onder leiding van de officier van justitie. We zijn druk bezig. Maar we hebben wel hulp nodig van de gemeenschap. Het kan niet zo zijn dat in zo'n drukke gebied als Parera op zaterdagavond, dat er zo weinig mensen zich hebben aangemeld als getuigen. Dus we hebben zoveel mogelijk informatie nodig om dit te kunnen oplossen. De justitiële keten, inclusief de minister, die zijn bezorgd over het wapenbezit op Curaçao. Dat is natuurlijk niet nieuw. Krijgt u nu ruimere bevoegdheden om wapens op te sporen? Ruimere bevoegdheden, die krijgen we met enige regelmaat via het OM. Via de mogelijkheid om preventief te fouilleren. Wat we wel de laatste tijd tijdens gesprekken met de ministerraad hebben bewerkstelligd, is dat we ook meer financiële middelen gaan krijgen. Maar ook vooral dat we eindelijk kunnen beginnen aan het uitbreiden van onze personeelscapaciteit. Gaat de bevolking iets merken, een veranderende houding van politie op dit moment, in verband met bijvoorbeeld die preventieve fouillering? Kijk, preventief fouilleren als middel, dat gebruiken we al met enige regelmaat. Ik heb zojuist wat cijfers genoemd. Vorig jaar hebben we 111 vuurwapens in beslag genomen. We hebben de eerste 2 maanden dit jaar 22 vuurwapens in beslag genomen. Dat is allemaal het resultaat van de werkwijze die we al een tijdje hanteren. Onder andere preventief fouilleren, maar ook op een slimmere manier onze units, onze eenheden, op straat gericht dingen laten doen. Rondom bepaalde hotspots, rondom bepaalde tijden, met name gericht op bepaalde voertuigen. En dat levert resultaat op. Dus los van de werkwijze die al succesvol is gebleken, gaan we de komende dagen ook wellicht meer met VKC en dat soort instanties ook grotere controles organiseren. Maar met dezelfde bevoegdheden uiteindelijk? Met dezelfde bevoegdheden. We leven in een democratische rechtsstaat en zeg maar mensenrechten, dat moeten we gewoon respecteren. En er moet echt iets heel groots gebeuren, wil je die opzij zetten. Ja, de actie die u vorig jaar deed om wapens uit de samenleving te halen door middel van bijvoorbeeld beloning, is dat iets wat eventueel weer op herhaling kan? Dat is een van de ideeën die we vandaag tijdens een sessie met de OM hebben besproken. Van oké, als we het illegaal vuurwapenbezit willen aanpakken, wat zijn de invalshoeken die we kunnen kiezen? En dat is een van de invalshoeken die wij wellicht de komende periode gaan onderzoeken om dat te gaan uitvoeren. Maar los daarvan, het gaat om beveiliging van onze kust. Het gaat om ook zicht krijgen op de criminele samenwerkingsverbanden. Want rondom die samenwerkingsverbanden heb je veel te maken met vuurwapens. Dus er ligt een grote uitdaging. Ja, maar er was toch zicht op middels de criminaliteitsbeeldanalyse uit 2013? Ik heb dat onderzoek inderdaad gelezen. Ik denk dat er heel veel slimme dingen erin staan. En die gaan we mede gebruiken om in ieder geval de problematiek aan te pakken. Wat wel belangrijk is, is te beseffen dat de politie opereert in een complexe en dynamische omgeving die heel snel verandert. En een onderzoek van 2013... De conclusies daarvan kunnen wellicht in 2017 al outdated zijn. Dat zou dus de vraag oproepen om weer een nieuw onderzoek. Ja, maar de vraag is, moet het zo'n uitgebreid onderzoek zijn? Of kunnen we op een slimme manier die informatie krijgen die we nodig hebben om op basis daarvan gerichte acties te ondernemen?